Te gek, dus, daar staan ze al. Lekker, hè? Ja. Mushrooms! En daarna ook ontslagen. Uiteraard. We are the champions, my friend. Ik heb zojuist een heerlijke boswandeling gemaakt, maar ik heb ze niet gevonden. En wat heb ik niet gevonden? De kastanjechampignon. En daarom ben ik hier in Hogeveen bij Taylor Warmold. Die weet eigenlijk alles hierover. Hoe ze groeien. Wat is nou het verschil tussen de witte champignon en de kastanjechampignon? Is er smaakverschil? Waarom deze naam? Is het een seizoensproduct? Al deze vragen meer ga ik oplossen bij de champion van de champignons, Warmold. Let's go. Warmold. Hey Hugo. Kijk, nou, een schone hand. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht dat wij naar binnen gingen. Ja, maar het moet natuurlijk wel eerst naar binnen gebracht worden. Ja. En dit is ons substraat. Hier maken we de paddenstoelen van. Dus dit, compost. Dit zijn eigenlijk de paddenstoelen, de basis. Ja, want paddenstoelen zijn een schimmel. En je kunt al zien dat die er doorheen groeit. Dat witte? Dat witte. Oké. Okay. Dat is de schimmel. Ja, dat moeten we natuurlijk naar binnen brengen. En dat doen we met zo'n machine. Ik wil het eigenlijk allemaal zien. Tuurlijk. Kom maar mee. Let's go. Die kant op. Ja. Oké, okay, dus van buiten zijn we nu binnen. Het is hier lekker, nou, lekker warm. Ja, we willen hier een beetje een zomerse temperatuur hebben. Dat het goed warm is. Dan kan die schimmel goed groeien. En je ziet dat we hier de voedingsbodem hebben gevuld. En dit hadden we net buiten ja, vast. Ja, dit hadden we vast en daar zit die schimmel al in. Ja. En nu willen we dat die echt gaat doorgroeien. Ja, en dan dekken we dat af met dekaarde, zo heet het ook. Ja. Zodat die schimmel heel mooi vanuit die compost naar de dekaarde kan groeien. Dus hij groeit en gewoon dan hier omhoog, door die dekaarde heen en hier komen ze op te staan. Hier gaan ze straks groeien. Ja. Spannend. Zeker. En dan hebben we met 2 weken hebben we paddenstoelen. Nee joh. Ja, zeker. Ja. Hè, maar dit hebben we nu vandaag voor dit gemaakt. En nu zijn we ermee bezig. Over 2 weken hebben wij paddenstoelen. Ja. Ja. 2 weken? Mm-hmm. Dus deze band gaat naar binnen. Deze bakken worden, want het is 3 lagen zie ik. Nou vind ik het super interessant. En ik heb op zich de tijd, maar 2 weken vind ik wel net te lang. Heb je ergens al een hal? Nou, we doen dit eigenlijk elke week. Dus ik kan je laten zien hoe het volgende week eruit ziet en de week daarna. Wel echt mooi hoor. Dat systeem is tof. Ja, dat werkt heel mooi. Dus dit is de volgende cel en dit is een week. Precies, een week verder. Een week geleden heb je dat ook afgevuld, zoals daar. Ja, en okay, dan kunnen we hier dus zien wat er in een week allemaal gebeurt. Oh, wauw. Nou, hier kan inderdaad de jas uit. Ja, hier is het lekker warm en zo voelt die champignon zich ontzettend lekker. Je kunt ook zien dat hij heel erg aan het groeien is. Ja, de witte laag komt nu door de deklaag dus heen. De dekkaarde is helemaal doorgroeid met de champignon nu. En je ziet dat hij al een beetje sterretjes maakt. Dus je ziet dat er knopjes komen. Daar moet je echt goed oog voor hebben. Maar over 7 dagen zijn dit paddenstoelen. Dus die eerste 7 dagen moeten gewoon die sporen eigenlijk van onder door die dekkaarde heen. Ja. En als je dit witte, nou, net, het lijkt net een beetje sneeuw trouwens. Als je die, dat net eroverheen ziet, ja, dan gaat het echt. Nu gaat hij gewoon in 7 dagen knallen. Ja, dus eigenlijk hebben we tot nu toe de zomer gedaan. We gaan nu de herfst een beetje naar de temperatuur, gaat er wat naar beneden. En dan moet hij dus paddenstoelen gaan maken, want de winter komt eraan. Daar schrikt hij van. Dus daar zijn we nu voorzichtig mee bezig. Nou, ik ben klaar voor de volgende fase wel. Laten we doen. Hier kan ik nog niks doen. Ik wil wel iets doen nog vandaag. Absoluut. Ik wil oogst. Gaan we doen. Oké. Okay. Oké. Dus nu? Nu gaan we ze zien. Nu gaan we ze zien. Gaan we weer een week verder. Oké. Oh. Te gek, zeg. Daar staan ze al. Mooi, hè? Niet normaal. Wat tof om te zien zo. En eigenlijk wil je dit heel graag zien. Want je ziet en wat grotere en wat kleinere. En vanaf nu gaan we elke dag de juiste maat eraf halen. Je moet je voorstellen, zo'n champignon die groeit, die verdubbelt in omvang elke 24 uur. Dus wat je hier nu zo ziet, is morgen zo. Zo bizar. Dus we kunnen elke dag oogsten en dat doen we een dag of 6 achter elkaar. Even een vraag meteen hoor, want waar komt nou die naam kastanjechampignon vandaan? Mijn vader vertelt mij dat hij het verzonnen heeft. Echt? Ja, want hij was de eerste die kastanjechampignons kweekte, een jaar of 40 geleden. Ik geloof dat niet helemaal, maar ik denk dat gewoon de vorm en de kleur, dat het lijkt een beetje op een kastanje natuurlijk. Ja, ja. Dat we hem zo genoemd hebben. We kunnen gaan oogsten, denk ik. Ja, zullen we doen. Als het mag, zou ik graag zelfs een keer willen helpen. Ik vind het leuk om te doen. Leuk. Eigenlijk pak je hem even beet, iets draaien en dan zo. En dan heb je hem. Pak je hem beet, draaien, breken. Dit is niet goed, of wel? Nee, dus dat snij je eraf. En dat verzamelen we. En dat gaat naar de GFT-compostering. Lekker, hè? Ja. Ik vind het echt heel lekker.
Het is wel een beetje een precies werkje. Dit is een heel precies werkje. En je moet je voorstellen dat een goede plukster, die kan misschien wel 35 kilo per uur plukken. Dit weegt niks. Dus 35 kilo per uur. Ik stap erin. Ik werk even door. Dat is 280 bakjes in. Nou, is het, zeggen ze dat het een seizoensproduct is, hè? De herfstpaddenstoelen? Klopt. Maar het groeit het hele jaar rond. Ja, ik wou zeggen. Alleen paddenstoelen buiten groeien natuurlijk in de herfst. En dat zie je ook terug. Mensen eten meer paddenstoelen in de herfst. Op deze kwekerij maken we ongeveer 25.000 kilo paddenstoelen in de week. In de week? In de week, ja. Oké, maar dan heb je ook meer mensen die... Dan heb je niet dit soort mensen staan, maar dan heb je gewoon mensen die iets kunnen. Dan hebben we mensen die heel veel kunnen doen. Ja, dat is zeker waar. Nou, en bedankt. Ik ga gewoon lekker door. Oh, ik zie een hele mooie daar. Wacht. Kijk, dit is... Nou, kunnen ze ook te groot zijn? Dit is wel een flinke unit, toch? Of niet? Ze kunnen eigenlijk heel lang doorgroeien. Dus ze kunnen wel zo groot worden. Tot ongeveer 7 centimeter is de maximale. Deze mag nog net? Die kan nog. Ja. Oké. Nou, gelukkig. En ze gaan hier meteen dus gesorteerd. Ja. In de bakjes. In deze bakjes worden ze ook in de winkel afgeleverd. Dus dit is ook meteen klaar eigenlijk? In feite één beweging. Wat we nog doen is even bewegen. Ja. En dat wordt straks bij het verpakken nog op bakjesniveau gewogen. En dat is het. En dan een folietje erop. Ja. En gaan. En gaan. Wanneer kan ik deze kopen? Als we ze vandaag verpakken, dan liggen ze morgen in de winkel. Zo snel? Ja. En hoe lang is een champignon houdbaar? Een dag of 7 voor kastanjechampignons moet je ze goed kunnen gebruiken. Daarna gebruik gewoon je neus. Ja. Bekijk of dat goed is. En dan kun je het nog best lang gebruiken. Als ze een beetje snodderig worden, moet je stoppen. Dat is niet het moment om te stoppen. Ik moet even door. Je moet me ook even gewoon met rust laten. Ik ga die kant op. Ik heb muziek nodig. We are the champions, my friend. Weet je wat Engels is trouwens voor champignon? Absoluut. Wat dan? Weet jij het? Ja. Champions. Mushrooms. Warmhold, ik schaam een beetje. Ik heb een uur gewerkt. Ik heb 6 bakjes. Maar je hebt er een mooi product van gemaakt. Toch? Zullen we naar de verpakkingsafdeling? Ja. Gaan we ze verpakken. En daarna ook ontslagen. Uiteraard. Prachtig, hè? Die kastanjechampignon. Je weet nu al die goed. Maar ja, wat maken we ermee? Wil je wat meer receptinformatie? Kijk gewoon even op allerhande.nl. Kijk. De ouderwetse lopende band. Ja, hier worden ze afgewogen. Dus elk bakje precies op gewicht. Ja. Zorgen dat het allemaal netjes in de bakjes zit. Dit is een maatje groter, toch? Dit is een maatje groter. Dat zijn 400 grams bakjes. Wij hebben 250 gram geplukt. Maar ze worden dus stuk voor stuk afgewogen. Dan worden zo de machine ingebracht. En wat is nou het grote verschil tussen de kastanjechampignon en de gewone champignon? De kastanjechampignon is een iets oorspronkelijker paddenstoel. Dus het ras is ietsje dichter bij de natuur. Oké. Witte champignons zijn iets vaker veredeld. Voor de rest, het zijn twee rassen van dezelfde soort. Dus dit is eigenlijk meer de oervorm. Ja. Die zijn we alleen even vergeten en die is nu weer op zijn retour. Als je in de natuur zou zoeken, dan zou je kastanjechampignons aantrekken. Dan komt er een folietje over. Even later nog een etiket onder met houdbaarheidsdatum en dat soort informatie, hoe je het kunt gebruiken. En dan kan het de kratten in. Oh, zo herken ik ze weer. Ja, zo liggen ze in de winkel. Dus hier is echt het eindstation. Hier gaan ze in de kratten. Hier gaan ze in de kratten. Deze kratten gaan naar de DC's en die leveren het weer naar de winkel. Wat een mooi proces. Dit is best een mooi proces. Zullen we deze eens gaan sielen en dan moet ik op een gegeven moment gaan koken? We zijn nu bezig met een wat grotere maat, dus laat ze maar achter, dan sielen wij ze later. Maar ik moet er wel een paar hebben. Neem maar deze mee. Super. Leuk om te laten zien. Hey. Nou, dankjewel. Ga er iets moois van maken. Ik kan niet meer uit de voeten. Wat een mooi proces. Ja. Echt te gek om dit helemaal van het begin tot het einde te zien. En het lijkt me ook best wel duurzaam. Ja, dat is het ook. Want de voedingsbodem die we gebruiken, die bestaat natuurlijk uit stro. Ja. En aan het eind van het proces, dan wordt dat ook weer op het land gebracht waar datzelfde stro groeit. Dus het is een heel mooi circulair proces. Het is eigenlijk helemaal rond. De cirkel is rond. De champignon is gezond. Wauw. Ik sluit hem af. Ik ga lekker in de keuken werken. Maak er iets moois van. Ga lekker naar binnen en wie weet dat nog een keer. Oké, tot ziens. Doei. Het was weer een interessante dag. Alles geleerd over de kastanjechampignon. Weet je, dus de oervariant, de wildere variant van de witte champignon. Ik denk dat ik maar eens de keuken moet. Ik ga er heel veel leuke recepten mee maken. Doei.